Goedemiddag. Wij zijn heel blij dat u gekomen bent. Want ik kan me voorstellen dat het moeilijk kiezen is op een dag als vandaag. Waar ga ik de tijd aan besteden? Vooral welkom aan de twee kunstenaars om wie het vandaag allemaal gaat. Maud Rusta. Maud heeft net gehoord voor het hier te komen. Ja. Ze is bijna in het Mauritshuis terechtgekomen. Dat is ook leuk, maar toch iets minder aantrekkelijk dan de oude raadhuizen. Wij zijn hier vanwege de opening van de expositie van Maud Rusta, de schilderijen van Maud, de keramiek van Rusta. Uit te leggen, hè? Maar ik probeer dus door, want dat is eigenlijk een beetje magisch om het allemaal te vertellen, maar ik probeer een bepaald soort chaos te creëren in mijn schilderijen. Daar begin ik mee. En als ik een bepaalde chaos heb, die totaal waar ik geen niet denken bij heb, dat is heel moeilijk, maar bijna meditatief, dan ontstaat er dus een soort connectie, een soort frequentie, waardoor ik dus een onderwerp kan creëren wat ik zelf nog niet eens echt in de gaten heb. Ik was naar de hand, maar dan zie ik van, aha, dat doen ze dus. Want dan zijn mijn schilderijen al bijna klaar. Dus het idee komt wat later. En dat komt. Een andere tak van de kunst, en ik heb begrepen, dat zien we ook, dat met name de natuur en het plantenleven de inspiratie is voor jouw werk. Is dat de enige inspiratie? Of? Ja, is dat de enige. Zou je dan maak je ook geen ander werk? Nou, ik maak eigenlijk niet heel veel dingen, maar alles is wel echt gebaseerd op zaden. Ja, die bron is zo enorm groot dat ik gewoon, ja, ik heb een tijd een wandeling of waar ik ook ben in de tuin, maar denk al, nu met dit weer open, dus er komt weer zoveel uit, maar de inspiratie van hem is er gewoon doorlopend en ik word daar constant mee geconfronteerd en ik blijf er maar mee doorgaan. Zolang als ik voel dat op me aan moet spreken, kijk, en als dat moment een keer voorbij gaat, en dan komt er vanzelf iets anders op mijn pad gaat aanspreken, dan ga ik daar weer in door. En het ontwikkelt zich ook. Het is niet zo dat ik daar altijd hetzelfde dingetje mee aan doen. Ik ontwikkel, ik ben nu bezig met schalen ook, of met gaszones, gaspollen. Waar ik de schalen in laat. Dus dat is dan een beetje ontwikkeld. Zolang deze bron dan ook is, ja, ik maak ook nog andere dingen, uitvergrote dingen. En ik maak ook hangers en.